Hey mensen! Hey, ik ben Dylan. Ik ben Dylan. En vandaag gaan wij iets doen wat ik eerder heb gedaan met Rick. Met Rick heb ik namelijk alles van thuisbezorgd besteld. Kijk maar. Oh my god. Rick, het ergste is, dit is nog niet alles. Er komt nog meer aan. Nee, jongens, dat is wel heel veel. Ja, dat is ook heel veel. Maar het is wel serieus allemaal opgekomen, behalve de spaghetti carbonara. Waarom was die niet? Was gewoon buik. Nee, dat was echt niet normaal hoe smerig dat was. Oh. Dat was echt niet normaal. Maar verder is serieus alles opgekomen. Dat zeg ik niet voor de video alleen. Want we hebben nog alles gebracht naar de moeder van Rick, het broertje van Rick en nog een paar vrienden. Alles is opgekomen en Rick en ik hebben nog een beetje de dag daarna voor onszelf No geluk. waste. Hey, wie is dat? Renzo. Hij gaat lichten aanzetten. Wat ben je nou de belichting aan het doen? Dat had je al lang moeten doen, man. Maar Teun, vandaag gaan we iets anders doen. Want jij bent klein van formaat. Jij hebt niet zo'n honger als de rest van de mensheid. Nee, klopt. Je hoeft ook niet zoveel eten te hebben om dat lichaam te vullen. Ik heb weinig calorietjes nodig inderdaad voor deze lengte. Dus wij gaan vandaag alle kindermenu's bestellen van thuisbezorgd. Lekker! Ja, ik ben benieuwd wat ze allemaal hebben. Weet je wat het is met kindermenu's? Dat zijn altijd wel die dingen die iedereen lust gewoon zo. Dat zijn frietjes en frikandelletjes. Ik denk dat het bijna overal frietjes en frikandelletjes zijn. Ja, ik denk dat wij gewoon heel veel frietjes met frikandellen gaan doen. Alle kindermenu's. Ik heb ook wel honger, dus op zich komt dit goed uit. Mix een kidsmenu. Ja, een kidsmenu. Maar moeten we ook al die menu's bestellen? Of één van die menu's? Ja, we doen meestal van alles wat. Dus niet alles wat ze hebben. Maar hier hebben ze twee kindermenu's. Kip, frikandel en friet. Die en die. Top. Nou, door naar de volgende. Ik denk dat het heel veel van dit gaat worden. Star verder uit. Kindermenu? Oh ja, wel. Oh, kindermenu, kipnuggets, kindermenu, hamburger, kindermenu, vlees naar keuze. Portie kipnuggets. Ja, dan doen we de twee die we niet hebben. Dat is de burger en dat is vlees naar keuze. Oké, maar wat wordt dat vlees? Ja, deuner is wel een vleeswam. Kip hadden we al, dus die doen we niet. Oké. Deuner is prima. Hopsakeetje. Hou eens op met die lamp! Chico's. Chico's, ja, die hebben sowieso wel kindermenu. Oh, kipnuggets hebben we al, deuner hebben we ook al. Kindermenu kipschnitzel, die hebben we nog niet. Klinkt goed. En de rest hebben we ook al. Ja, alleen geen shawarma. Oh nee, ja. Dus die doen we ook. Sushi. Zullen ze kindermenu met sushi hebben? Ik hoop het, want ik heb er wel zin in. Special snacks, sushi mix. Nee. Nee. Ja, als je bij dat zoekdingetje kind typt of zo. Kinder? Nee. Freedom. Freedom food. Oké, jongens, het voedsel en vrijheid. Kindermenu? Ja. Afrekenen. Is dit serieus? Ja, Rens, we hebben ook echt even wat extra licht nodig, want er is niet zoveel hier. Bedankt. Ik ga afrekenen. Rens, ik ben nou dus aan het wachten. Kan ik iets voor je doen? Ik ben nog steeds aan het afrekenen. Er zijn zoveel dingen die ik af moet rekenen. Met wie heb je af te rekenen? Op dit moment met Shusui. Ja, en het ongemakkelijkste is, deze lui komen daar allemaal tegelijk. En dan moet je ze allemaal tegelijk gaan aannemen. Want we hebben hier ook nog een paar mensen op kantoor zitten die kunnen mee eten. Rens niet, hè? Nee. Rens moet werken. Ik zei mensen op kantoor. Oh, het ligt wel altijd het beste, hè? Gewoon, de grond is frontstisch. Ja, echt lekker. Willem Vink weet er ook alles over. Onze vrieden met de Griekse bestelling. Je kan ze allemaal trekken nou. 40 minuten. Oké. Gossimijnen. 30 minuten. Dat is al 10 minuten sneller, Dylan. Nou, dat is kei snel, niet? Is er iemand die er nu al is? Snack corner. 30 minuten. Sushui zegt 35 minuten. 25 minuten trouwens voor Freedom Food. Hey, dat is wel kort. Chico's 40 minuten. 35 minuten voor Star. Er komt wel heel veel tegelijk, merk ik al. Ja, dus dat wordt ongemakkelijker voor. 23 minuten. Dit is heel specifiek. Voor Mixer. En dat was het dan. 23 minuten. We gaan eens even kijken of Mixer dus als eerste er is. Want die is het snel, zeker. Ja, dat moet het zijn. Als er nou iemand aanbelt en zegt, hey, ben jij Mixer? En hij zegt nee. Dan is er iets goed misgegaan. Oh. Dat is wel echt een heel mooi shot trouwens. Dan ben ik misselijk, dat kan je niet meer weten. En zijn ze al? Nee, ze zijn er niet, oké? Oh, kijk. Zo, lijkt net alsof ik heel lang wacht. Dat is ook een tip voor jou. Wil je een lang wacht iets opnemen? Doe dat. Kost je 1 minuut. Wow, we hebben de camera nog niet eens klaar kunnen zetten. Ik zit allemaal wachtshotjes op te nemen, maar de eerste is er serieus al. Ja man, dat is niet man.
Kijk dan. Ik ga hier op het trapje wel zitten en filmen. Niks zo'n chicken is er nu al. Dat is echt raar. Dit was echt een kwartier. Nu al, jongens. Hey, doe je. Kijk, dat is raar. Is dat de volgende? Dat is de volgende. Echt? Hoi. Tweeman sterk. Jawel. Hoi, hoi. Doei. Zijn er nu? Dit? Iedereen is kapot snel. We zijn echt, er zijn nog geen 20 minuten voorbij. Nee, echt. Maar je hebt dus al van Snack Corner en van, wat was het? Mixer. Dat klopt wel, die was ook echt het snelste in de app. 5:10 hebben we het besteld en het is nu 5:24. Ja, dit is echt highscore. Dit nou ja, echt, nice. Ik had ze graag voor willen geven. Misschien zijn ze nou zo snel, dus ja, ik denk, wacht even. Zij zagen de video en denken, als ze nu... Nog een mooi, ja. Je kan ze achteraf nog voor je geven, toch? Ja, zal ik dat doen? Dat ga ik doen. Deze mensen wel echt snel. Dit is echt, dit is echt record. Ik heb nog nooit op thuis bezorgd, dat meen ik serieus, iets besteld wat zo snel er was. Ja, we waren bezig met de camera dan op te zetten. En het is al gewoon gedaan met de pret. Bestelling. Nou, die gaan we gewoon even een mooie... Kijk. Geef die nou voor, je verdient het. Ik ga eens even kijken of de volgende al komt, want dit gaat snel. Ik wilde ze meer voor geven, maar ik kan alleen maar 15% of 15%. Nou, dan mag je niet een gulliggever zijn die nog meer geeft. Nee, maar ik kan het wel opnieuw bestellen. Ja. Nee, ik geef 15% voor je dan. Ja, dat is het maximale wat je kan doen. Ja, ja, prima. Geef ze aan allebei, want ze waren allebei eigenlijk precies op tijd. Eigenlijk zelfs te vroeg. Ja, echt? Ja. Ik heb nog helemaal geen honger. Ga weg. Oké, laten we dit alvast op de collectie, bij de collectie gooien. Betalen. Fooi is overgemaakt. Is er alweer. Ik ben nog steeds bezig met die camera, maar de volgende komt alweer voorgereden. Je moet kindermenu's bestellen. Als je echt honger hebt, moet je kindermenu's. Zeker, die arme kindjes die willen zo graag eten. Ik ben er serieus bezig met die camera opzetten. Gewoon, we hebben nog niet eens de kans gehad om op te zetten, want ze komen al. De derde plaats is voor Chico's. Hey! Ze zijn dat 40 minuten duren, maar. Ja, die zijn ook veel te snel. Wat is dit? Oké, ik ga nu wel de camera opzetten. De volgende is er dit. Ik heb net de camera loopt nou wel, maar. Hallo. Ja, we zijn een test aan het doen, maar jullie komen goed uit de test voor mij. Maar snelheid wel. Dat gaan we nu proeven. Tot de gulle, hoi hoi. Dit is een aparte bestelling wel. Dit minuutje. Van. Ik heb deze ook geen mond bij. Oh. Gewoon alleen de zak. Dit is een raadsel. Nou, prima. Oké, ja, ik ga weer verder met de camera. Ik hoor iemand toeteren. Oh, dan komt de volgende aan. Komt de volgende. Kijk, yes, top. Snel, dankjewel. Bye. Dylan. Ja? In die tijd dat je op de wc zit, heb ik alweer twee anderen gehad. Wat? Ja, serieus, hier ligt het. Maar dan hoeven we volgens mij nog maar één te hebben, of niet? Serieus, het is nu 20 minuten geleden, Teun. Ja, ik weet niet wat het is, maar kindermenu's doen het gewoon heel goed qua snelheid van bestelling. Ik ben echt man, dat was... Er zat ook Fristie bij. Echt? Ja, lekker. Oh, nice. Ik kreeg er eentje, kreeg allemaal blikjes drinken erbij. Echt? Ja, ja. Dat is ook een pluspuntje, hoor. Ja, dit is geweldig, jongen. Wow. Oh, een chocomel, wat is het? Hey. Een speeltje. Speeltjes. Hey, wat gebeurt hier? Hoe was hier gesproken? Hey, hallo! Afblijven! Hey, hallo! Jij bent geen kind? Ja, trouwens wel, met dit gedrag van je. Jongen. Die smerige smeerlap. Dus is het niet al compleet? Nee, want als het goed is hebben we 8 dingen. Maar dit is 7 dan? Dat zijn er 6, toch? Oh, ik weet het ook gewoon niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Ah, oké. Alleen rent heeft het allemaal uit. Oh, hier zitten zelfs! Wat is het dadelijk? Dat ga ik dadelijk pas laten zien. Oké. Dat is leuk. Slim, hè? Ja, dit is mooi. Snel, Teun! Dat is mooi. Zet het in. Wat een vriendelijke mensen allemaal. Hey, Gossie Mijnen, jongens. Dat is een man met een lamp. Nou, kom erbij, dan hebben we nog eentje voor de thumbnail. We wilden eigenlijk een thumbnail gaan maken, maar dan hebben we nog een extraatje. Oh, dit ziet er goed uit. We missen nog één ding, dat is het Grieks restaurant. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, daar hebben we ook heel veel besteld. Ja, dat en dat is waren ook wat meer gerechten. Dus stal het uit. Ze zijn echt zo snel geweest, het was gewoon niet normaal. Ja, dit is ook echt zo'n kidsbox, man. Kijk hier die hyena's om ons heen lopen. Hè. Kijk, je Rens, dit is jou. Wat is kleurplaat. Ah, oh. Nou, leuk. Maar het is vooral voor jou, jij bent klein, Teun. Ja, dat is een kat ook. Dat is ook leuk. Oh, dit zijn dus, dit is van alles. Nou, stal het gewoon uit. Appelmoes. Sissi. Ja. Oh, we kregen ook gratis drinken erbij. Ik kijk scheel. Wat hebben we hier? We hebben mayonaise. Oh, dat is altijd lekker om te eten, mayonaise. Oké, hoor. Ik pak even hier iets uit. Dat is hou. Yo, maar als dit kinderen is, dit voelt heel zwaar namelijk. Wat is het? Oh. Wow! Hè? Nice! Bitterballen en Wow, kijk hoeveel! Ik ga vandaag als kind bestellen. Moet je kijken, jongens. Wat? Zo.
Oké, dit is nou leeg. Oh, wat is dit? Wat is dit? Even kijken hoor. Hoe smaakt het? Wow! Nou, dat is een pluspuntje. Snack corner. Maar oké, we hebben wel saus. Wow, goeie. Hey. Dat is ook een goed warm. Yo, het zijn twee zakken ook. Wat is dit? Teun, is dit echt normaal zoveel? Ik heb serieus een derde betaald, hè. Wat is dit? Wat is dit? Waarom hebben we dit twee keer? Weet ik veel. Een hamburger? Wat is dat? Ja, dit is volgens mij een hamburger, ja. Is dit allemaal hier? Het gebeurt hier allemaal. Ik weet niet wat er allemaal... Wow! Het ziet er lijp uit. Het ziet er wel lekker zompig beertje. Hé, jongens, hier. Nog iets. Wat is dit? Wat is dit? Dit is... Oh! En dit dan? Oh! Dat is een hamburger. Hou eens op met dat licht! Ja, heel veel friet. Even dit proeven. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Dit zijn kroketten. Appelmoes. Wat? Eruit halen. Oh, alles uitstallen, Teun. Alles uitstallen. Hier. En ontvang een gratis bijgerecht bij je bestelling. Als je via hun bestelt. Kijk hoeveel friet hier nog in zit. Is al licht genoeg. Hey, smileys. Nice. Deze lachen toch. Dit zijn ook een frikandellen. Ze doen het op dezelfde manier, zie je dat? En hier zijn kipnuggets. Ik denk dat we genoeg friet hebben, ja. Nou, ik ben blij dat we drinken erbij hebben. Ik zou zeggen, tas toe. Dit zompige burgertje wil ik even proeven. Die is zo zompig. Dat is echt ongekend. Al het friet hangt eraan. Dat is ook helemaal plat. Kijk dit. Dat is gewoon dit is echt een sandwich. Dit is serieus lekker. Dit is een beetje pittig. Ja. Dit is ook lekker. Kijk hoe leuk. Dit is voor een kind te ingewikkeld hoor. Dat is echt wel moeilijk. Dan ben ik serieus. Sick. Mens, geniet de teun van je kinderminuutjes. Ik ben als een kind zo blij. Oh. Nice. Tim, wat heb je? De laatste! Grieks! Kinderminuutjes. Maar wat zijn Griekse kindermenu's? Dat gaan we nu zien. Jeetje, dit is echt heel veel nog. Dit ziet er wel even wat anders uit dan de hete de frieten. Ja, er zit ook een beetje rijst bij. Ja, ik kan niet veel zeggen, maar salutje! Wat is dit? Ik ga even die rijst proeven hoor. Do you even know how to cook rice? Mijn vlees? Hoe is dat? Grappig. Grappig. Teun, wat is jouw favoriet tot nu toe? Zo'n kroket van Cosimijnen, die was heel lekker. Ja? Nou, dat was heel lekker. Het was niet zomaar een kroket, het was een lekkere kroket. Ik vond deze hamburger ook heel lekker, zoals je ziet. Proef deze even. Dit is ook lekker. Oh, lekker. Ja, die kinderen die worden verwend. Proef deze, Teun. Lekker! Hoe was het? Ja, was wel lekker. Ja? Ja, dit waren de kinderminuutjes, Teun. Friet, jongens. Ja, er zijn heel veel friet over, inderdaad. Moet je zien, ik zweet zelfs. Zo heftig heb ik gegeten. Ja, de friet was een beetje slap, uiteindelijk. Maar hou eens op met die voetbal! Ja, maar dit was dus de video. Meer doen we niet. We eten het gewoon en dan zeggen we oké, dankjewel, doei. Nou, oké, dankjewel, doei. Vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. Klik natuurlijk gratis op abonneren om te hoogte blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Klik op het belletje, klik op de afspeellijst en dan zien we jullie de volgende keer weer. Later!